daar. We gaan verder met het volgende. Mark Eshuis, de wijkteamchef van de politie hier, is aan tafel. Welkom, Mark. Dankjewel. Goedemorgen. Je ziet er prachtig uit. Nou, dankjewel. Ja, zoals het hoort. Hè. Zoals het hoort. Mooi uniform. Hartstikke mooi. We kunnen aan de slag. We kunnen aan de slag. En aan de slag is heel veel. Er gebeurt heel veel. We hebben de politie gevraagd om eens zo af en toe in de uitzending te komen. Om even het reilen en zeilen van jullie taken in ons meer voor het voetlicht te brengen. 13 oktober is een activiteit van jullie. Dan is er de Landelijke Politiedag. En klopt. Hoe vieren jullie dat? Nou, dat is een jaarlijks terugkerend fenomeen. De Landelijke Politiedag in elke regio in Nederland, sommigen doen het samen, wordt een Landelijke Politiedag georganiseerd. Dat is of op 13 oktober of op 20 oktober. In onze regio is dat op 13 oktober. Dat zal gebeuren in de Waterlandlaan in Purmerend. Ja. Daar komen zich alle afdelingen van de regio Zaanstreek-Waterland komen daar bij elkaar om te laten zien wat nou de politie precies doet, welke afdeling we hebben en wat het precies inhoudt. Okay. Ook met een stukje werving zit erbij, omdat wij ook graag nieuwe politiemensen willen hebben. Oké, okay, dus werving, het is voorlichting vertellen en laten zien wat... Met name ook voor kinderen heel leuk, hele leuke activiteiten ervoor. En ja, demonstraties zullen er ook plaatsvinden. Ja. Dus heel leuk om een blik te werpen, van inzicht te krijgen in het politiewerk, wat het nou precies inhoudt. En welke jongen of meisje wil geen politieagent worden? Of is dat wat minder? Nou, als ze jong zijn, willen ze nog heel graag. Maar naarmate ze ouder worden, blijkt het wat minder te worden. Okay. Dat is toch wel een probleem om nu aan goede collega's te komen. Okay. Maar we doen ons best daarvoor. Nou, 13 oktober, dat is één. Mensen kunnen er gewoon heen gaan, hè? Dus geen opgeven of zo. Nee, gewoon heen. Gewoon, Waterlandlaan in Purmerend. Klopt. Dan doen jullie in Landsmeer nog heel veel andere dingen. De meeste inwoners zullen jullie misschien wel eens treffen bij een gordelcontrole. Ja. Of bij een snelheidscontrole. Dat houden jullie natuurlijk nog steeds, frequent. Ja. Hoe is het met de overtredingen? Zie je daar een bepaalde lijn in? Die blijft eigenlijk hetzelfde. Nu doen wij alleen als wijkteam Landsmeer-Ozaan niet alleen de controles. Ook het verkeershandhavingsteam van onze regio doet in de hele regio de specifieke controles. Dan met name gordel en het niet handsfree bellen. En ook de snelheidscontroles doen zij met name. En wij doen vanuit onze wijkpost doen wij ook die controles. Maar je ziet nog niet echt een ferme daling. Op het moment dat wij consequent op een bepaalde plek gaan controleren, dan zie je een daling. Ja. Laat je het weer even vieren, dan zie je dat het weer op het oude niveau weer terugkomt. Ja, want we hebben hier natuurlijk een dorpskern waar eigenlijk er zijn een aantal 30 kilometer zones tussendoor waar eigenlijk niet hard gereden kan worden. Maar ja. Dat wordt het wel. Ja. Hij heeft een klok gestaan, een snelheidsmeter, vlakbij het gemeentehuis. Dat was geen initiatief van jullie? Dat is puur vanuit de gemeente om bewustwording bij de autorijders om te zien van zo hard rijden nu. En dat is ook vanuit de gemeente en vanuit de burgers krijgen wij veel de vraag van controleer nou eens op die 30 kilometer zones. Want daar wordt veel te hard gereden. En dat is ook zo. Alleen, wij zitten daar met het probleem dat wij daar niet kunnen handhaven. Want het Openbaar Ministerie vervolgt die zaken niet. Omdat de weginrichting niet zo is ingericht dat je met 30 kan. Dus de gemeente moet ervoor zorgen dat daar drempels komen of een inrichting van de weg dat je dus maar 30 kan. Pas op dat moment wordt er gehandhaafd en kan het Openbaar Ministerie ook vervolgen daarop. En het stuk Zuideinde, waar toch een aantal drempels vrij kort achter elkaar liggen, ook 30 kilometer, daar mag er wel gecontroleerd. Daar mag ook nog niet. Dat is ook nog niet officieel. Dat is niet officieel, mag er niet, dat mag gehandhaafd worden, alleen er wordt dus niet vervolgd. Dus als mensen de boete daarvan niet betalen, dan zullen ze vrijgesproken worden. Het laatste had ik misschien niet moeten zeggen. Nee, maar goed, we moeten ook eerlijk zijn daarin. Oké, een andere taak van de politie is bijvoorbeeld inbraken, althans geen taak, maar om dat te voorkomen natuurlijk. Ja. Voorlichting geven. We hebben net een vakantieperiode achter de rug. Hoe is die vakantieperiode gegaan? Redelijk rustig. We hebben wel een aantal inbraken gehad. Maar daar zijn niet echte pieken in te onderscheiden. Ik ben nog steeds blij dat mensen nog steeds, voordat ze op vakantie gaan, aangeven van de politie. Wij gaan op vakantie. Dat zetten wij in ons politiesysteem. En proberen wij mee te nemen in onze diensten, zodat we daar even op letten. Ook met name in de nachtelijke uren. Ja, of daar wat gebeurt, of er licht brandt. Terwijl er geen licht zou moeten branden. Dus ik hoop dat in de komende vakantieperiode de burgers dat blijven melden. We krijgen natuurlijk inderdaad nog herfst en kerst. En dat geldt ook is niet alleen voor de zomer. En de donkere dagen komen eraan. En dat is toch meestal de pieken in woninginbraken. Is toch in de donkere dagen, zeg maar. Ja. Dan hebben wij nog iets wat de politie aangaat. En dat is misschien wel het meest hotte item. Dat is de overlast door de jeugd onder andere. Ja. Er stond een stukje in de krant dat het High Five project is afgelopen. Dat was een project waarin jullie proberen om
ja, niet alleen de jeugd daarbij aan te spreken, maar ook ouders. En te zorgen dat de overlast daardoor afneemt. Ja. Neemt die overlast af door het High Five project? De overlast neemt ook af. En het project is afgelopen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat wij er niet mee doorgaan. Kijk, het project behelst ook de invloed van bureau HALT en het OM. Dat deel van het project stopt ermee. Want dat zijn de afspraken met hun dat bijvoorbeeld de straf iets zwaarder zou zijn als normaal. En dat de vervolging sneller wordt ingesteld als normaal. Onze taak en de taak van de gemeente blijft ook hetzelfde. Dus die weg slaan we ook gewoon in. We werken nog steeds met het fasesysteem. Dat als jongeren daarin komen, dat we de ouders ook bewuster van maken dat zij dat hun zoon of dochter overlast veroorzaakt. Ja, want die overlast is er, hè? Die is er absoluut. Ja, we hebben nu net ook misschien dat mensen het niet merken dat het afneemt door. Nee, zeker dat de mensen die wonen op de plekken waar de jongeren ook vaak hangen, ja, die zitten echt tot hier en die zijn het helemaal zat. En ook heel begrijpelijk als je daar woont. Alleen de overlast neemt wel, het aantal meldingen neemt af en ook het aantal vernielingen is afgenomen. Dus in die zin is het, neemt het af en is het project ook wel een succes te noemen. Alleen voor degenen die echt bij die hangjongeren in de buurt wonen, die er echt last van hebben en ook regelmatig meldingen daarvan doen. Ja, voor hen is het een groot probleem en hun zijn het ook helemaal zat. We hebben net ook een gesprek gehad met bijvoorbeeld de bewoners van het winkelcentrum en ook met de bedrijven daar. Ja, die hebben ook een schreeuw gegeven, loopt de spuigaten uit. En wij willen dat er wat gebeurt en ook heel goed dat ze die meldingen doen. En ook goed dat we daar met alle partijen zeg maar, bij elkaar zitten om te kijken naar wat zouden daar eventueel oplossingen voor kunnen zijn. En wat voor oplossingen zijn er genoemd? Er zijn vele oplossingen genoemd, waaronder het samenscholingsverbod. Dus het verbod dat meer dan 4 of 5 mensen bij elkaar in het winkelcentrum staan. Worden ons meer het kanaaleiland van. Nou, het komt op hetzelfde moment, want de maatregelen die in kanaaleiland in Utrecht zijn genomen, die zijn allemaal besproken en mogelijke opties om ook in ons meer toe te passen. Goed, dat zijn meer opties die de gemeente moet nemen. Ja, maar vanuit de politie, wij kunnen alleen advies geven. En ik ben daar positief over. Als het maar helpt om de overlast terug te nemen. Samenscholingsverbod is genoemd. Er is ook genoemd cameratoezicht. Ja, klopt. Mobiele cameratoezicht. Dus dat je op de plekken waar erg veel last is van overlast, op schoolpleinen, winkelcentrum. Ja, dat zijn de plekken, winkelcentrum, sporthal, havenzaten, schoolplein, havenzaten. Dat zijn zeg maar de plekken waar de meeste meldingen vandaan komen. Om op die plekken dus een camera op te hangen, om te kijken van als er wat vernield, dat wij ook bij een dader kunnen komen. En dat is ook het belangrijkste, zodat we daar wat mee kunnen doen. Ja. Ook genoemd hoogfrequent geluid? Ja, dus de zogenaamde mosquito. In Rotterdam is die al geplaatst. Dat is een apparaat dat wordt op de hangplek gehangen. Ja. Die geeft een heel hoogfrequent geluid. Niet hoorbaar voor mensen ouder dan 25 en jonger dan 15. Dus de doelgroep 15 tot 25, die hebben daar erg veel last van. Dat is een heel irritant geluid. En het effect is dat ze daar niet meer gaan hangen. Nee, maar dan gaan ze waarschijnlijk, en daar camera's ziende, gaan ze ergens anders hangen. Ja, dus het is maar net van, hoe los je het op? Kijk, ik denk dat de oorzaak van met name de overlast is in ieder geval bij de jongeren zelf. Die veroorzaken het. Ja. Maar met name ook bij de ouders, die vaak niet bewust zijn van de overlast die hun zoon of dochter veroorzaakt. Ja, en daar heeft het gewoon alles mee te maken. Het lijkt mij heel logisch als je zoon of dochter overlast veroorzaakt en je weet er vanaf dat je zelf je maatregelen treft, zodat het niet meer voorkomt. Tenminste, dat lijkt mij de meest normale gedachte. Maar goed, bij sommige ouders in Onsmeer en ook in Ozaan is dat vrij lastig. En dan die vinden dat wij ons nergens mee moeten bemoeien en dat het hun pakje aan is. Okay. Maar goed. Nou, we hopen dat die daar hun verantwoordelijkheid daarin gaan nemen. Ja. Dus er wordt wat gedaan aan de overlast. Jullie hebben de snelheid en de inbraken redelijk onder controle. Ja. Je zou dus bijna kunnen zeggen, het was gezellig, Mark, om jou hier te ontvangen. Maar het was eigenlijk niet echt nodig, of wel? Het is sowieso nodig. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat mensen ook een idee krijgen van wat doet de politie nou? Ja. Mensen hebben heel veel beelden van de politie. Dat we of er nooit zijn of te veel doen. Die meldingen krijgen we gelukkig ook nog. Ja. Dat is ook een van onze doelstellingen van dit jaar en ook voor de komende jaren. Om meer naar de burgers te komen. Met als grootste doel om het meldingenpatroon te verhogen. Zodat als mensen wat zien of als ze iets weten, dat ze gewoon een melding daarvan maken bij de politie. Nou is dat natuurlijk, dat wordt al snel gezien als klikken of als van ja, als ik wat zeg, krijg ik daar problemen mee. Is dat ook anoniem mogelijk? Dat is ook anoniem mogelijk. Dan moet je het nummer meld misdaad anoniem bellen. Okay. Het nummer moet ik even schuldig blijven, maar op www.politie.nl staat het nummer zeer zeker. En voor een gewone melding kunt u of bij het bureau langskomen. Of bellen met 0900 8844. Dat is zeg maar het algemene nummer van de politie. 8844 0900. Dus jij roept inwoners op wat ze ook.